Ik denk wel dat ik anders ben dan mijn collega's. Maar ik denk dat mijn collega's ook weer natuurlijk anders zijn dan ik. Ik ben Jan. Ik ben relatief introvert. Ik ben filosoof. Ik val op mannen. En ik ben cisgender. Ik maak geen geheim van mijn geaardheid. Omdat ik graag in een omgeving werk waarin ik mezelf kan zijn. Ik denk dat we al een stap hebben gezet in de dialoog over diversiteit en inclusie. Maar ik denk dat we toch nog beter naar elkaar moeten gaan luisteren. En echt horen, begrijpen wat een ander meemaakt. Ook mogelijk waar iemands pijn zit, hè, als het bijvoorbeeld gaat om discriminatie. Dus ik denk dat het heel erg begint met naar elkaar luisteren en begrijpen. Gender is een spectrum. We zitten heel erg eigenlijk in onze hokjes. Je bent man of vrouw en daar gedraag je ook naar. En eigenlijk als je daar een beetje tussenin zit, dan is dat lastig. Ik denk dat daar nog ruimte voor verbetering zit. Mannen dragen geen nagellak op het werk. Dat is niet professioneel. En waarom is dat voor vrouwen wel professioneel? Volgens mij zitten we daar vast in een genderhokje.